De afgelopen weken konden jullie stemmen op het mooiste doelpunt van het seizoen. En de winnaar die krijgt deze beker voor de Goal of the Season. Massaal hebben jullie gestemd en de uitslag die is niet heel verrassend. Timber, Quinten Timber, Castillo. Dit combineren gaat Jong Ajax prima af. Hansen, wat een geweldige aanval. Schitterend. De blijdschap bij Brobby. Want dit is een goal om je vingers bij af te likken. Zie je. Daarachter. De man die dat uitstekend doet, zeg. Wat een geweldige. En geen buitenspel. Eerst met het hoofd en nu met het uitgeschoven linkerbeen. Taliafico. Sensational! 7 minutes in, and it is a moment of magic. And who else but the magician? That is a goal of the season contender already from Hakim Ziyech. Ja, Hakim, je dacht toch zeker niet dat we je naar Londen zouden laten gaan zonder nog één laatste prijs, namelijk deze. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, de goal tegen Valencia is gekozen tot het mooiste doelpunt van het seizoen. Ja. Had je dat een beetje aanzien komen misschien? Nou ja, ik wist wel dat hij een van de kandidaat was om het te worden. Dus, nou, het is hem geworden. Ja, deze heb je dus en sowieso twee Lassassione trophies. Ja. Veel supporters die zeiden tegen ons van joh, waarom zit de goal tegen jouw nieuwe werkgever er niet bij? Die vonden ze zo mooi, maar ja, die zat er niet bij, want die was niet helemaal van jou. Die was niet helemaal van mij. Maar als je terugkijkt op die goal, hoe vond je die dan? Vond je dat niet ook een eigenlijk stiekem een hele mooie? Nee, ik ga niet ontkennen dat die... Dat hij heel mooi is. Ik bedoel, dat kon iedereen wel zien, denk ik. Alleen, ik heb daar wel in dat opzicht nog een beetje hulp bij gehad van de keeper. Dus. Ziyech, oh, dat is een great goal! Ja, als je daarna straks komt, ga je even bij Kepa checken hoe zijn neus, ja, of die weer goed is. Misschien heeft hij er nog last van, je weet het niet. Moet even kijken. Ja, hè? En als je nou terugkijkt op al jouw doelpunten die je gemaakt hebt in Ajax-dienst, welke vond je zelf het mooist? Ja, dan komt denk ik wel die van Valencia bovendrijven. Ja, ja, toch ik denk wel. Dat wel de allermooiste was dat toen. Ja, hè? Ja. Het is wel een verdiende prijs, vind ik ook hoor. Nou, het is wel een grote beker. Heb je eigenlijk nog plek voor? Nee, volgens mij niet. Dus ik moet even gaan puzzelen hoe en wat. Maar dat komt wel goed. Ik moet eigenlijk een eigen prijzenkast. Alleen met zeg maar, daarboven nog Lasse de Schöne trofee maken. Dus komt goed. Ja, je zou een plankje maken, toch? Voor alle Lasse Schöne trophies. Heb ik nog niet gedaan. Nee, is zo'n goal tegen Valencia dan zo'n goal die je maar één keer maakt? Of als je nu 20 keer die bal neerlegt, dan maak je hem nog 20 keer? Nee, ik wil niet zeggen 20 keer, maar ik denk misschien wel 2 of 3 keer. Maar dat zijn momenten die gebeuren eens in de zoveel tijd. En ik mag dan de gelukkige zijn dat het op dat moment zo allemaal lukt. Alles zat wel gewoon echt mee op dat moment. Op dat moment ja. Wel, ja. Ja. Jasper zit dus iets te ver voor zijn goal, toch ook. Sorry Jasper, maar het was wel zo. Nee, ja, dat klopt. En, ik heb wel bij Jasper dat ik altijd wel mooie doelpunten maak. Dat weet hij denk ik ook wel. Dus. Ja. Deze was wel echt uitzonderlijk mooi, vond iedereen. Ja. Dames en heren, mag ik u presenteren Hakim Ziyech. Wanneer ga je naar Londen definitief? Nog niet bekend. Nog niet bekend. Heb je al een huis? Nee, nog niet. Nog niet. Ik ben bezig. We moeten in ieder geval wat ruimte hebben voor de trofee die we hier hebben gegeven aan je. Dat komt wel goed. Ja. Hij is wel groot. Hij is groot. Ja, hij is wel een beetje groot, maar wel verdiend. Ja, Kim, dan is het laatste woord voor jou aan de supporters. Nou ja, dankjewel voor de stemmen. Het gaat een mooie plek krijgen. En het zal wel een hele mooie aandenken zijn voor al die tijd. Dus dank jullie wel.